Ja. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video zien jullie 6 uitspraken waarmee elke ruiter te maken krijgt. Er zijn namelijk een aantal uitspraken die bijna elke niet-paardenpersoon wel uitspreekt naar een paardenpersoon. Echt tussen aanhalingstekens, want haat aan die termen. Ben je een paardenpersoon? Nee, ik ben geen paardenmeisje, maar wel een meisje met een paard. Van die mensen die net doen alsof je hele leven uit paarden bestaat. Ik wil net zeggen, nou ja, precies daarmee hebben we dus in deze video te maken gehad. Ik wens jullie heel veel plezier met kijken. En als er nou iets herkenbaars is wat wij zijn vergeten, laat het dan even weten in de reacties. En laten we ook deze video weer ongeveer 6 miljoen duimpjes halen. Laatste succesvol jaar. Succes! Ja. Hey jongens, kijk! Oh? Dit is een film van mij op mijn pony. Oh, wat zielig. Het is helemaal geen babypaard. Kijk hoe klein die is. Dat is gewoon een pony. Nee. Ik kan niet makkelijk op. Ze rijdt op een babypaard. Dat kan echt niet. Oh, helemaal niet. Ze is al 12. Ze is al 12. Ja. Kijk. Laat mij gewoon niet meer met jullie praten. Oh, ik heb echt spierpijn, jongen. Echt helemaal hier. En mijn armen. Echt niet normaal. De les van gisteren was zo moeilijk. We moesten piaf doen. Piaf? En mijn paard ging dat echt niet doen. Dus ik heb echt de hele les zitten rotzooien. En oh, ik heb zoveel spierpijn. Echt niet normaal. Spierpijn? Kom op, ga maar een keer met mij mee naar de gym. Dan weet je wat spierpijn is. Echt, hè? Jij met je spierpijn. Ga eens echt een keer sporten. Hey, Maartje. Janine. Heb je vanavond wat te doen? Hey, ja, leuk idee. Maar ja, dat gaat niet helemaal door, want ik heb vanavond les. Les? Paardrijles? Ja, paardrijles. Maar je kan toch al een paard rijden? Nee, je moet toch heel veel leren? Hoezo heb jij nog les nodig? Ga gewoon met ons mee naar het terras, vet leuk. Isabel gaat ook mee. Ja, het terras klinkt echt heel leuk, maar ik mag die hele Isabel niet. Nee, ik hoef niet met haar naar het terras, sorry. Oké, nou ja, doe wat je moet doen. Tot morgen. Ik spreek je later. Doei! Wat doe jij om zijn benen? Oh, hey. Het ziet er echt heel gek uit. Waarvoor is dat eigenlijk? Ja, zij is voor bescherming van de pezen en zo. Een soort van scheenbeschermers met voetbal. Ja, zeg dat dan meteen! Ja, scheenbeschermer! Scheenbeschermer! Ja, goed zo! Echt trots op je! Oh. Ja, zeg dat dan meteen! Oh, het ziet er echt zo goed uit. Mag ik ook eens op je paard rijden? Ze is echt zo knap. Echt. Mijn oom heeft ook zo'nzelfde paard. Mag ik er ook eens op? Nee, eigenlijk niet. Tess is al klaar voor vandaag, dus... Ja, en ik heb liever ook niet echt dat andere mensen erop rijden, want ze is niet allemaal heel erg gevaard. Dus, sorry. Hopen dat jullie dit een leuke video vonden. En zoals we net al zeiden, laat even onder de reacties wat jullie nou het herkenbaarst vonden. Abonneer op naar de 20k. En volgens mij zijn we dat nu al, denk ik. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop dat als deze video online komt, dat we 20k hebben. Nou. Nee. Jongens, we gaan het samen doen. Hier zijn Tessa Army. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei. Oh ja, het is een paard. Weet je nog? Hij beweegt. Piaf? Kun je dat eten of zo? Nee. Wat is dat? Gaan ze allemaal elkaar knuppen? Dan lijkt het net alsof we echt tegenover elkaar staan en praten. Oh, dus daar kun je tegenaan schoppen. Spierpijn, echt niet normaal. Dan zeg ik, ik ben naar de sportschool geweest, paardrijden. Kom op, ga maar een keer met mij mee naar de gym. Dan weet je wat spierpijn is. Echt, hè? Hoor je dat? Dan ben je bij Pokémon of zo, de gym.